Nederland is het meest veedichte land ter wereld. Nergens ter wereld zitten zoveel dieren op zo'n klein oppervlak als in ons landje. En dat brengt grote problemen met zich mee. Risico's voor de volksgezondheid, bedreiging van de natuur, de milieudoelen die niet worden gehaald. En het is niet zo alsof dat nieuw is. In 2007 zei oud-CDA-minister van Landbouw notabene, Kees Veerman, dit systeem is vastgelopen. We importeren het voer, we exporteren de dieren en wij blijven zitten met de rommel, de mest. Niet voor niets wordt in Brabant al gesproken over de strontas van Nederland. Zoveel dieren en zoveel mestfabrieken dat mensen er letterlijk ziek van worden. Voorzitter, en oud-minister Veerman was niet de eerste oud-bewindspersoon die na zijn aftreden ons waarschuwde voor het vastgelopen systeem. Maar het wachten was natuurlijk al die tijd op een bestuurder die, terwijl hij of zij in functie zat, de moed had om de verantwoordelijkheid te nemen en te zeggen, zo kan het niet langer. Ik zie dat er een vraag is, voorzitter. Ja, ik ook. De heer Geurts. Ja, voorzitter. De heer Veerman, CDA-lid en ook oud-minister, werd aangesproken. Maar als mevrouw Allen citeert, doet dan ook wel volledig. Maar hij heeft ook in zijn tekst erachteraan gesproken dat hij trots was op de Nederlandse boeren en dat hun ook in staat waren deze uitdaging aan te gaan. Ja, voorzitter, de nuancering die het CDA hier probeert te maken is ironisch genoeg precies waar het vastloopt. Aan de ene kant de problemen wel erkennen en aan de andere kant niet de keuzes durven maken die daarbij horen. Voorzitter, ik vervolg mijn betoog. Er was gelukkig wel een vrouw die dat wel durft. Wethouder Joan Veldhuizen in Bladel heeft gezegd, ik kan het niet voor mijn verantwoordelijkheid nemen om de risico's voor de volksgezondheid te negeren die gepaard zullen gaan met de uitbreiding van de veestapel die gepland is in de gemeente waar zij wethouder was. Voorzitter, en het is tijd om een voorbeeld te nemen aan de moed van deze bestuurder. We hebben gezien dat ook hier in dit huis, na het afschaffen van de melkquotum, een meerderheid van de Kamer nog steeds alle signalen negeerde. We zijn gewaarschuwd voor een ongebreidelde groei van de melkveestapel. En er is gebeurd waar nu ook deze wethouder voor waarschuwt. Blind vertrouwen op de techniek, mestverwerking zou ons wel redden en het zelfregulerend vermogen van de sector. We kunnen nu zien de grote problemen waar boeren in zijn gebracht. Er gaan duizenden koeien naar de slacht, terwijl we tegelijkertijd honderdduizenden kalveren importeren. Er is geen enkele logica in het landbouwbeleid, stelt Trouw heel voorzichtig. Dat is het gevolg van het gebrek aan verantwoordelijkheid nemen. Voorzitter, en het is tijd dat we dat gaan doen. De volksgezondheid wordt bedreigd. Q-koorts maakte duizenden slachtoffers. Tientallen doden zijn er gevallen en er zijn nog steeds mensen zeer ziek. Er zijn longproblemen als je in de buurt woont van veehouderijen. En resistente bacteriën, zo worden we gewaarschuwd, raken ons allemaal. Het mestprobleem is onhoudbaar. En zelfs het Planbureau voor de Leefomgeving heeft de moed opgegeven en gezegd, nou dan moeten we de normen maar versoepelen. Want het lukt blijkbaar niet om de mestproblematiek zodanig aan te pakken dat het binnen de perken blijft. Natuur wordt bedreigd, het milieu. En dan hebben we het nog niet eens gehad over dierenwelzijn, klimaat en een toekomstperspectief voor de boer. De vraag vandaag is de staatssecretaris bereid een integrale analyse te presenteren over alle problemen die gemoeid gaan met de omvang van de veestapel, zodat het volgende kabinet, het volgende Kamer, keuzes kan maken die daarbij hoort om de volksgezondheid, natuur, milieu, dierenwelzijn en de boeren zelf te beschermen tegen deze desastreuze schaalvergroting. Dank u wel.